Op de raffinaderij van de Esso in de buurt van Rotterdam heeft een vreemd vervoermiddel zijn intrede gedaan. Het is een truck van een geheel nieuw model. De bestuurder kan met recht zeggen dat hij een hoge positie bekleedt. Bij een speciale demonstratie met het nieuwe voertuig, dat Ross Carrier heet, werden de bijzondere eigenschappen ervan getoond. Het laden van deze wagen is een karweitje dat al met al 5 seconden in beslag neemt. Er komt geen andere mensenhand aan te pas dan de hand van de chauffeur die het laadmechanisme bedient. Deze nieuwe truck die in Amerika gebouwd is, kan de meest uiteenlopende vrachten vervoeren tot een gewicht van 25.000 kilo. En daarbij bovendien nog een snelheid bereiken van 50 kilometer per uur. Men kan hier zonder meer spreken van een revolutionair vervoermiddel. Op zijn hoge post heeft de bestuurder een goed uitzicht over zijn werkterrein. Het lossen van de lading gaat even snel en even simpel in zijn werk als het laden. Het Nederlandse vervoerswezen heeft er een merkwaardige aanwinst bij gekregen.